als je dan gaat kijken naar de landbouwsector, dan is dat niet zozeer een kwestie van subsidies, dan is het vooral een kwestie van regelgeving, minder gedoe. Boeren ervaren dat anders, hè? Die regeldruk is wel erg groot aan. Nou, ik zie ook wel dat er heel veel regels zijn. Ik denk dat we daar ook gewoon in de toekomst gewoon goed naar moeten kijken hoe we dat ook slimmer kunnen doen. Dat kunnen minder worden? Nou, ik wil in ieder geval proberen om het minder te maken. Dat vind ik wel een ambitie. Omdat er ook echt... Ik zie ook de administraties die soms bijgehouden moeten worden. Ja, je bent al bijna heel erg... Een tijd bezig om dat allemaal op orde te krijgen, zonder dat je dan zelf echt in je bedrijfsvoering hebt gewerkt. Dus daar kunnen verbeteringen komen. En jullie gaat er in ieder geval alles aan doen om het voor de boeren zo makkelijk mogelijk te maken? Zeker. Maar daar waar ik zie dat mensen oprecht zoeken naar een manier om hun leven vorm te geven met een boerderij of een boerderij. En daar ook tegen regels en belemmeringen aanlopen waar ik misschien wat aan kan doen. Dan is het mijn plicht om te kijken wat ik daarin kan. Dat wij de regelgeving waar kan kunnen, zullen gaan vereenvoudigen. Voorzitter, ik heb de afgelopen weken, afgelopen maanden niets anders gedaan dan overleg gevoerd met de sector. Prima, maar er zijn wel grenzen. Het maaien, ja. De mensen die hier ook, ja. De kosten die in Nederland, ja. Om een brood te verdienen. Ja. Die ben je nou het maaien. En die maakt je nu brood aan. En die leiden, ja. Ja, nee, oh even. Hey, luister eens. Politie blokkeert de weg. Zet het er even mooi op. Ik kan niet anders zeggen dat dit van deze boeren ballen hebben.